Ja, daar zijn we weer. Goed nieuwe Skyblock video. En oh, wat heb ik toch veel comments gezien. Ik heb echt het idee dat jullie allemaal naar de livestream gaan zien op 2 mei. Zoveel mensen hebben er zin in. En dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen. Dank jullie wel. Echt leuk dat jullie erbij zijn. Dat gaat echt super vet worden. En we zijn echt druk bezig met de voorbereidingen. Echt ongelooflijk druk. Want we zijn echt bang dat er 2000 mensen gaan joinen. Dus daarvoor hebben we iets moeten verzinnen. We gaan namelijk op 2 mei tijdens de stream alleen mensen even op de server laten die een whitelist hebben. En dit zijn dus ook mensen met de knaaprank en met de makkerrank, want die krijgen natuurlijk een whitelist erbij. En de mensen die een lifetime rank hebben gekocht. En dit doen we puur omdat er anders gewoon 2000-3000 mensen joinen en dan ligt de hele stream gelijk plat. Dan kan toch niemand meer kijken. Dus dat is echt puur om die reden. Zo, ondertussen verkoop ik even lekker al deze kissies. Nu deze geven. Hoppakee, weer 32k erbij. Die is ook leeg. Dus zorg ervoor dat je je goed voorbereidt en dat je dus even een rankie hebt. Want we gaan zoveel vette dingen noemen mensen op de server op 2 mei. Dat ik ga nog niks zeggen. Ik ga lekker alles geheim. Ja, er komen dus updates in Skyblock. Er komen ook heel veel updates in Survival. Dus dat kan je gewoon niet missen. Je moet daarbij zijn. 2 mei om 12 uur 's middags zegt het voort. Puur om de stream op te hypen. Ga ik even alle mensen met een rank even lekker wat geld geven. Er zijn op dit moment 2 makkers online. We gaan even de eerste makker 1 miljoen geven alsjeblieft. En de tweede makker geven wij even 1 miljoen. Zo, alsjeblieft. Ze zeggen gelijk thanks. Ah, alsjeblieft jongens. Het is jullie gegund, het is jullie gegund. Dan geven we de knapen even 500k natuurlijk. 500k alsjeblieft. Die heilige blobvis heb ik volgens mij ook echt al 3 keer of 4 keer 500k gegeven. Maar hij is weer online. Hij is wel lekker aan het grinden, dus daar krijgt hij weer een halve mil. Zo, en nu alle gozers. Daar zijn er inmiddels 5 of 6 van online. Hé, wacht eens even. Dit gaat nu niet van mijn saldo af, maar dan gaat het waarschijnlijk van mijn bank gelijk af. Want er staat nu nog steeds rechts in het beeld dat ik 8 miljoen heb. Dus waarschijnlijk is dat veranderd dat het nu van de bank af gaat. Oh, ze zeggen nu in de chat dat het lag is. Dus dat is later komt dat. Oké. Okay. Oh, het duurt even dat het er allemaal... Oh ja, hier in één keer gaat het 3 miljoen. Nee! Oké, nou, ik heb alle gozers inmiddels ook gedaan. En nu gaan we alle maten nog even doen. Er zijn er echt wel 15 van online of zo. Dus ik ben hier wel even mee bezig. Ik vind het zo mooi. Iedereen wordt helemaal gek in de chat. Is hier heel veel makkers typen. Dan zie je ineens heel veel knapen typen. Dan is allemaal goos. Wat ik heb ineens geld erbij. En nu ineens zie ik vet veel maten in de chat. Ik vind het leuk om te zien. Ik maak ze blij. Daar gaat het om. Er waren oprecht mensen in de comments. Die zeiden van Horm, je bent echt een gunner. Jongens, ik ben echt geen gunner. Ik krijg elke aflevering iets van 5 of 10 miljoen er weer bij. Van mensen die op spelen. En ik geef dit weg. Ik kan wel een keer 10 mil weggeven. Dat zouden we echt een keer moeten doen. Ik ben echt geen gunner, joh. Dit is het minste wat ik kan doen, vind ik. Er heet ook iemand Joop 1984. Zou die echt uit 1984 komen? Dan is het een oude man. Als je daadwerkelijk uit 1984 komt, want het kan, hè. Er zijn oprecht heel veel mensen van in de 30 die op onze server spelen. En dat zou dus kunnen dat iemand in de 40 ook gewoon mijn filmpjes kijkt. Hey, lekker bezig, man. Zo, dat is klaar. En ik ga gelijk even door naar het volgende. Oh, en dat is dit, de Nether Wars. Want die zijn allemaal volgroeid, volgens mij, toch? Ja hoor, kijk eens even. En we moeten... Hey, wacht even, telt het nou niet af? Hé, hey, waarom telt het niet? Oh nee, hak 100 netherwort. Dat moet waarschijnlijk in de nether of niet? Moet het in de nether? Nee. Oké, vast wel moet het in de nether, want ik hak nu alles en het werkt niet. Ja, dan moet het denk ik in de nether. Oké. Nou, dan weet je wat? We gaan gelijk even naar de nether toe. Ik hak dit allemaal even lekker. Oh, kijk naar die speed mode. Bra, bra, bra. Zo, we zijn in de nether en ik ga hier gelijk even al de soul sand plaatsen. Geen idee hoe ik dit een beetje slim kan doen trouwens. Ik denk dat ik gewoon het beste, weet ik veel, hier een rechte lijn moet bouwen. Geen idee wat slim is. Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik vind die nether maar kloot. Ik heb ook geen beacon hier die mij lekker effect geeft. Dat is ook maar naar. Maar volgens mij moet ik het dit hier verplicht doen, heb ik het idee. Oh, en trouwens, dit ben ik compleet vergeten te zeggen. Maar mijn bounty is over de 100 miljoen gegaan. En dit is echt insane. Ik was gewoon even lekker gisteravond aan het chillen op de server. Lekker een pilsje erbij, weet je wel. Lekker aan het viben, lekker aan het chatten met mensen. In één keer, iedereen begint me gewoon helemaal kapot te spammen. Dus er is echt iets van 20 miljoen aan bounty bijgekomen. Dus als ik nu kijk, jouw bounty is, kijk hier, 109. Hier, iemand die zet nu toevallig ook een bounty op mij. Dit is echt insane. 109 miljoen! Dus ja, er is inmiddels denk ik 30 of 40 mil bijgekomen. En dit ging sneller dan ik dacht. Dit ging echt mega snel. Volgens mij was er iemand die in één keer 10 mil op mij gooide. Dus ja, dankjewel. Wat gewaardeerd, wat gewaardeerd. Als iemand mij nu killt, oh, dan is hij echt gelijk een van de rijkste spelers op de hele server. Dat is echt niet normaal. Ja, dit is wel echt klote trouwens, hoor. Want ik ben zo weinig in de nether, dus dit zal ook niet snel groeien, gok ik. Dus dat is wel heel erg na. Maar de volgende achievement is volgens mij, wat was dat ook weer? Hier. 50 obsidian, 100 obsidian. En ja, ik denk ook dat ik die dan in de nether moet hakken. Ik denk het. I don't know. We zouden natuurlijk ook... Oeh, dat is misschien wel een goeie. We kunnen ook wel even naar iemand anders toe gaan. Ik heb nu gelijk even gevraagd, wie heeft een nether ward farm? Zo, we gaan gelijk even naar iemand toe. Die staat ook al mooi in de nether.
Nether. Yo, waar is je farmpie? Waar is je farmpie? Oh, wat heus, die in de overworld. Maar dat kan toch niet? Hè? Oh, wacht eens even. Oké, we gaan even gelijk naar beneden toe. Oh, yep, even hier vallen en zo. Hè, zij hebben hem ook gewoon hier. Wat? Hoezo? Wat? Oké, ik heb gelijk gevraagd, moet ik dit niet in de Nether hakken? Zijn er gelijk twee die zeggen ja. Ja, Nether. Ja, Nether. Oh. Oh ja, voor de team moet hier Nether. Wie heeft er één in de Nether? Oké, we gaan gelijk naar de volgende toe. Show me the money. Oh ja, daar gaan we dan. Let's go. Maar kom ik nu mijn eigen Nether, omdat ik gewoon in dit... Nee, waarschijnlijk niet toch. Ik kom toch in zijn Nether nu? Yes, oké, nice. Wacht, is dit een Nether? Je herkent niet eens dat dit een Nether is. Wat is dit sick, joh. Kijk hoe vet dit is aangekleed dan. Die hebben ze ook echt dagen... Oh, wat? Ze hebben hier een magma cube form. Oké, ik heb gelijk even gevraagd. Is het slimmer om de magma cube form in een Nether te doen of maakt dat niet uit? Even kijken hoor. Maakt niet uit. Oké, dat maakt dus helemaal niks uit. Dit is allemaal niet een Nether. Wat? Ik dacht echt oprecht dat we in een Nether waren. Wat? Oké, nu ben ik in een Nether. Yes, we zijn er eindelijk. En is hier een vormpie? Ik dacht ook al, dit is toch niet in een Nether, joh. Ha, kijk eens even. Nou, die gaan we gelijk even oogsten. Ja hoor, ik heb er al mooi wat geoogst. Nu gaan we even alles. Hoppakee, ik ga dit wel even terugplaatsen. Het is wel zo netjes natuurlijk dat ik dat doe. Oké, we moeten nog 50 en dan zijn we bij de volgende. Ja, we gaan het gewoon even lekker zo doen hoor. Ik heb echt geen zin om zelf constant in de Nether te wachten. Zo, we plaatsen het netjes even terug. Hoppakee. Nou, dat is klaar. Oké, en we zijn bij het volgende eiland. Even koekeloeren of... Ja, ik ga naar de Nether. Let's go. Ja, soms is de Nether een beetje geglitcht. Want dan ga je erin en dan blijf je in dezelfde wereld. Oh, nu ga ik er wel naartoe. Soms is dat een beetje geglitcht. Even kijken hoor. Oeh, ja, maar die is niet gegroeid. Ja, die is niet gegroeid. Zie je dat die half weg is? Ja, hij is half weg en ook niet gegroeid. Wacht, we kunnen wel even een paar... iedereen effe hem gelijk in de chat. Ik haal er wel gewoon een paar uit. Zo, halen we die goud er even uit. Dat scheelt ook weer wat. Wacht, hè? Hebben die dingen maar één stadium van groeien? Zo te zien wel, want ze groeien een klein beetje. Dan kan je ze gelijk hakken volgens mij. Vuurwerk! Oké, en we zijn bij de volgende. Kijk eens even aan. Ja, ik ga dit strippen hoor, als je het niet erg vindt. Ik ga dit strippen. Let's go! Oh, ik heb echt soul speed nodig op mijn boot. Dit gaat zo verschrikkelijk langzaam. Oké, nou, ik plaats ook dit weer even. Oh, ik heb hem alweer gehad. Een nice. Achievements. Wat moet ik voor de volgende doen? Nu moet ik... Oh, wat krijg ik allemaal? Ik krijg heel veel soul sand. Nu moet ik 50 obsidian hakken. Oké, ik heb ook gevraagd, moet ik die 50 obsidian in de Nether hakken? Een paar zeggen nee, ja, nee, ja, wat? Oh, kan. Ik heb geen idee hoe je dat een beetje snel doet. Maar daar gaan we nu achter komen. Zo, dit is teruggeplaatst. Helemaal top. Very nice. Ja, ik denk oprecht dat ik gewoon wat obsidian neer ga ploppen. Weet je wat? Ik ga even eentje uit mijn Netherportaal halen. Zo, we halen er gewoon even eentje eruit. Wat nou? Ah, hier, dit is al eentje. Dit is nu twee zeker. Dit is zo dom. Oké. Nou, weet je wat? Ik heb een heel slim idee. Ik pak er even twee uit, zo. Yes, we pakken er twee uit. Ik doe hem in mijn andere hand. En dan kan ik steeds zo doen. Hup. Ja, komt hij er weer bij? Oh, wacht. Die komt er niet in mijn hand, of niet? Ah, wat irritant. Dit is echt heel naar. Waarom is dit een challenge? Dit is zo ongelooflijk dom. Want ja, ik moet het gewoon plaatsen en weer... ja, en dan kan ik hem hakken. Nice. Maar die haste is wel chill. Wacht, wat nou als ik nu... Oeh, ik ga even wat meer obsidian kopen. Na de Nether shop. Als het goed is, moet het hier wel tussen staan obsidian of niet? Of is dit geen typisch obsidian ding? Nope, zo te zien niet. Dan moeten we denk ik bij bouwshop of bij... Ja, hier bouwshop. Hier staat hier obsidian tussen. Please, please obsidian. Nope, oké, we moeten sowieso boven kijken. End shop, hier dan please obsidian. Nee, nee. Oh, nee, nee. Oké, jammer. Ah, je kan dit niet kopen. Ja, ik mis het sowieso ergens. Echt, wat is dit nou? Je kan wel lava buckets kopen. Dat zou altijd kunnen natuurlijk. Maar dat ga ik niet doen. Dat duurt veel langer. Joh, hier zit eigenlijk obsidian in. Waarom kan ik hier geen obsidian kopen? Wat is dit nou, man? Wat is dit nou? Zit het hier dan wel tussen? Nee, ook niet. Oh, dit kan je nergens kopen. Dit meen je toch niet? Oh, wauw. Hij is top. Goed om te weten. Je moet het zelf maken. Dus leuk. Heel erg leuk. Ik koop wel even één lava bucket. En dan gaan we gewoon dit allemaal in ijs veranderen. Of ijs, wat lullig. Hier, ik doe gewoon zo in obsidian. Zo, dan pak ik die eruit. Ja hoor. Ik kreeg er twee uit. Zag je dat? Ik had er eerst nog maar één. Nu heb ik er vier. Ik had er eerst nog maar twee. Nu heb ik er vier. En hij is sick. Dat is nice. Heb ik nog meer van die meuk? Wacht, ik moet echt even wat spulletjes opbergen. Want kijk mijn inventory. Wat een zoutje dit is. Dit kan toch niet? Spawners pleur ik hier even in. Want dit is echt veel te druk mijn inventory. Oké, ik heb vast nog... Ja, hier kijk eens even. Ik heb nog heel wat lava. Dus dit gaan we allemaal even veranderen in obsidian. Let's go. Hoppakee. Die hakken we mooi even weg. Al die buckets moeten leeg. Zo.
Zo, nou, dat waren er al flink wat. Nog eentje te gaan. En dan heb ik in ieder geval 12 blokken. En kijk, dit is wat ik dus even wilde testen. Wat nou, als ik gewoon even zo doe. Alles op een rijtje zet, zo. Huppakee. En nu zet ik die dinges aan. Gaat dat sneller? Ja, dat gaat wel wat snel volgens mij. Maar niet zoveel sneller. Maar we moeten even opschieten. Let's go. Zitten nu op de helft. Dus dat gaat nice. Ja hoor, en we kunnen nu als we heel snel ons weer terugplaatsen. Nog een keer. Ja, let's go. Nog een keer. Kijk eens even hoe lekker dit gaat, man. Dit gaat toch hartstikke lekker, hè? Oké, het is nu uitgewerkt. Ja, je ziet het. Het duurt gelijk echt een stuk langer. Maar we hebben nu 50 gehakt. Dus ik ga gelijk het ding even collecten. En wat krijg ik hier voor soul sand? Wat? Oh, de omgeving staat er trouwens gewoon bij. Ik moet echt een keer lezen wat hierbij staat. Wat krijg ik hier voor? 1 common key. Dit is eindelijk de laatste van de categorie mijnen. Eindelijk. Jongen, wat ben ik hier lang mee bezig geweest? Deze is moeilijk. Nou, zo moeilijk is die volgens mij niet. Hak 100 obsidian. Ja, ik kan dit in de overworld en in de nether doen. Oké. Pleuren even al deze blokken weer neer. En oké, ik moet nu... Oké, ik moet 80 seconden wachten voor die nieuwe superbreker. Dat is wel heel erg kloot. Dus weet je wat ik gewoon ga doen? Ik plaats dit gelijk terug. We wachten gewoon nu even. Want ondertussen kunnen wij wel heel snel even die crates doen natuurlijk. Warp crates. Even kijken hoor. Het schijnt dus ook dat hier constant dus elke dag mensen wachten tot ik hier gewoon kom. Omdat ze weten dat ik hier elke dag naartoe ga. Kijk hoe druk het nu al gelijk weer is. Het is echt insane. Oké, wat krijgen we? Ja, steen. Ja, leuk. Ja, ik denk ook wel een keer dat mijn geluk op is hoor. Want ik heb zoveel gekregen uit die crates de hele tijd. Dat is echt niet normaal. Dus volgens mij heb ik de laatste 2 afleveringen niet zoveel boeiende dingen gekregen. Volgens mij 3 afleveringen geleden had ik nog een mending boekie. Oh, bijna zombie spawner. Dat scheelde niet veel. Nu krijg ik soul sand. Helaas. Maar ik was alweer in de buurt van een dikke spawner. Jongen. Ja, ik heb trouwens ook goed nieuws over de crates. En dat wordt ook allemaal bekendgemaakt tijdens de stream. Dus je wil die stream nogmaals. Je wil hem echt niet missen. Want er wordt echt oprecht heel veel verteld. En we gaan heel veel dingen doen. Oh, ja, chicken. Nee, diamond. Ja, dit is prima. 8 diamonds is gewoon prima. Voor een rare crate is dat best wel nice. Zo, oké. Toppie. We gaan gelijk die diamonds even opbergen. Is mijn superbreaker. Doet hij het alweer? Oh, wacht. Ja, hij doet het alweer. Of niet? Ja, hij doet het alweer, joh. Oké, dat ging snel, die 80 seconden. Maar we gaan gelijk door. Oké, we moeten 100 hakken. En dan zijn we eindelijk bij de volgende categorie. En dit is super chill, want dan krijg je gewoon weer een common key. Dus het is eigenlijk helemaal niet zoveel moeite. En je krijgt er super veel chille dingen voor. En hij is weer uitgewerkt. Oké, jammer. Ja, ik zie nu rechts in het scherm ook dat ik al op 24% ben van de volgende spawner. Dat is oprecht best wel veel. En mijn Magma XP farm, jongens, hij klopt niet. Ik heb voor deze aflevering ook nog even lopen kloten ermee. En hij werkt gewoon niet goed. De helft van de slimes die blijven hangen. Ik heb nog een klein beetje veranderd. Ik heb nou ik de rand wat hoger gemaakt. Dat zie je vast ook wel een klein beetje. Ja, dat zie je wel. Ik heb de rand wat hoger gemaakt, maar hij werkt nog steeds niet optimaal. Dus daar moet ik nog even heel goed naar kijken hoe ik dat wil doen. Er zijn trouwens echt heel veel mensen die zeggen dat ik nu naar een andere Skyblock server moet gaan om daar gewoon even te loeren. Weet je wel, dat kunnen we wel even doen. Ondertussen wacht ik gewoon even op mijn superbreker, dus dat is wel slim. Zo, ik ben nu bij water en ik ga gelijk even 2 rare keys weggeven. Dus het stroomt hier al gelijk vol. Er komen... 2 rare keys. Iedereen wordt helemaal gek, joh. Iedereen wordt helemaal gek. En daar komt hij. Een rare key, alsjeblieft. Het is trouwens ook gewoon bomvol op water. Echt insane. Iemand zegt, kom eens warp ores. Warp ores. Even kijken, hoor. Oh, ik ga gewoon even bij een random warp kijken. Oké. Yo, dit ziet er sick uit. Dit is dus allemaal op water gebouwd, dit. Een zieke cave hier. Yo, very nice. Very nice, man. Very nice. Loop je hierheen? Ja, hoor. Dit is sick. Ja, zo nu dan chill ik wel eens op een andere server. Nu chill ik even op water. Overal spawns. Je hebt ook echt hieronder verwerkt. Het is best wel slim. Het ziet er gewoon heel mooi. Het is heel mooi aangekleed, zeg maar. Zo, dit is sick. Hier zit zoveel tijd in om dit zo te maken. Op deze manier is echt insane. Kunnen we ook naar buiten of is het echt alleen maar binnen? Zo te zien is het alleen maar binnen. Warp action, daar gaan we nu naartoe. Dit is ook van iemand. We gaan gewoon even gauw wat bekijken. Ja, we gaan hier even loeren. Yo, what's up? Ziet er ook heel chill uit. Vette beacon in. Ja, hoor, iedereen is lekker bezig. Speel je trouwens nog niet op de server? Kom, gezellig even joinen. Dat is hartstikke gezellig. Hey, wacht. Wat? Ik wilde net zeggen, waarom heb ik geen beacon effect? Of heb ik geen speed? Oh ja, ik heb wel speed. Dan gaan we even naar warp destroyers. Ook een leuke warp. Hier even koekeloeren. Zo. Wat? Dit wil ik zien. Wat gebeurt hier? Kijk, dit is wat je noemt een iron form. Maar ik kan die nog niet kopen, jongens. Ik kan die nog niet kopen. Dat is heel erg naar. Daarom zijn crates ook zo chill. Want er zijn dus mensen die totaal nog niet ver zijn met hun hoofden verzamelen. Dus die kunnen natuurlijk nog geen iron golem spawner kopen. Maar die krijgen hem uit een crate. Bijvoorbeeld mijn broertje, die kreeg hem echt al gelijk uit een crate. En die heeft nu ook een iron golem spawner. Dus dat is echt super sick. Zo, we hebben weer genoeg geloot. Ik ga snel weer terug. Want mijn superbreker doet... Hey, wacht. Ik mis... Oh ja, wacht. Die 2 op zin heb ik net hier geplaatst. Oké, we gaan alles gauw weer terugplaatsen. Let's go. En ja hoor, daar gaan we. Hoppa. Even die laatste 40 obsidian hakken. Kom op, snel nog even hakken. Let's go.
Kijk, goed. Ik moet er nog iets minder dan 10. Ah, dit kunnen we gauw even zo doen. Oké, ik hoef er nog maar 3 te hakken. Zo, dus dat is ook zo klaar. En oh, dan kan ik weer een key openen. Ik heb er zin in. Ik wil een leuke spawner krijgen. Dat lijkt me lachen. Oké, we hebben hem. We hebben hem gewoon te pakken. Hoppakee. En nu ga ik eindelijk naar de volgende rij. En dat is bouwen. Oh, wat ben ik hier blij mee. Eindelijk. We gaan even helemaal doorklikken. En dit is hem dan, hoor. De key is binnen. Let's go. Oh. Oh, ik zou net zeggen, kan ik nu ook deze doen? Maar nee, die kan ik niet doen, helaas. Kijk, ik krijg nu wel minder opdrachten als het goed is. Kijk, hier. Deze heeft iets meer dan bijvoorbeeld. Oh, die verzamelen. Dat is ook zoveel. Dat is echt insane. We gaan even allemaal naar links. Ik moet nu eerst plaats 10.000 blokken. Oké. Dat is behoorlijk insane. Hier staat ook bij dat het moeilijk is. Ik krijg er 3 common keys voor. 10.000 blokken heb je ook niet zomaar natuurlijk. En ik wist al dat deze opdracht eraan zat te komen. Dus vandaar dat ik mijn eiland de afgelopen tijd niet heb uitgebreid. Dus dat ga ik binnenkort ook weer doen. Maar we gaan eerst even deze key inleveren. Even kijken of we hier iets leuks voor kunnen krijgen. Let's go. Daar gaan we dan. Geef mij een spannetje. Ik wil een spannetje. Lijkt me leuk. Oh, 1500. Niet van ja. Ah, chicken spawner. Oké, de chicken spawner was ook niet zo boeiend geweest. Hoppakee, dit gooi ik gauw weg. Mogen jullie lekker allemaal hebben, jongens. Alsjeblieft. Maar wat nou als ik een slab plaats? Werkt het überhaupt wel als blok? Wordt het al gezien als blok? Want het is natuurlijk een slab. Dus ik weet niet of dat telt. We gaan het gelijk even proberen. Zo, ik heb nu... Zo, ik plaats nu lekker wat blokken. Oh, je ziet ook constant achievement in het beeld. Ah, dat is zo irritant is dat trouwens niet. Dan weet je ook dat je ermee bezig bent. Maar dit werkt. Dit werkt gewoon super chill. Ja, 10.000. Oké. Het is wel veel, 10.000. Hoeveel stacks zijn dat wel niet? Oh, dat is insane. Maar ja, ik wilde gelukkig nog mooi uitbreiden. En ook bijvoorbeeld met mijn onderste eiland met al die diamond blokken kan ik flink wat uitbreiden. Dus dat is wel sick. Zo, ik ga nu gewoon even lekker wat slabs maken. Gewoon even lekker wat veel, zo. En ondertussen hoor ik gewoon de inktvissen vallen. Dus ik ga dit ook gauw even verkopen. Kijk dan. Oh, hij zit zo bomvol. Hij zit zo vol. Laten we snel even alles verkopen. Die verkopen. Ja hoor. Kijk, nu zuigt hij mooi alles weer op. Zo, die even verkopen. Let's go. Ja, eigenlijk, weet je wat? Eigenlijk moet ik daar ook kisten onder doen, zodat het nog sneller gaat. Want nu gaat alles allemaal via 1 hopper, dus dat gaat helemaal niet zo snel. Weet je wat? Ik kan die hoppers ook gewoon verkopen, of niet? Of kan dat? Nee, dat kan niet. Ah, jammer nou. Jammer nou. Zo, ja, hij stroomt ze wel mooi vol, dus dat is nice. Ik moet er wel eigenlijk iets op verzinnen, hoor. Ik moet er gewoon eigen kisten onder zetten, zodat ik gewoon ook nu meer dingen opvang. Weet je wat? We kunnen dat ook alvast even doen. Ik weet nu niet of dat slim is trouwens, omdat er vet veel inksacks bovenop liggen. Maar ik wil hieronder eigenlijk even kisten plaatsen. Wacht, we kunnen dit wel even openmaken hier aan de zijkant. En dan ga ik hier gewoon overal dubbele kisten plaatsen, zo. Hoppakee. Oh, wacht. Ja, dan moet ik dit ook allemaal weghalen natuurlijk. Of gaat het eerst naar beneden? Gaat het naar beneden? Nee, het gaat eerst naar de andere hoppen toe. Yep. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Kijk, als we gewoon deze laag zeg maar voor daar maken en deze naar beneden, dan is het in principe al genoeg, zou je zeggen. Zo. Oh, die hoppen zitten natuurlijk ook bomvol. Zo. 1, 2, 3. Dat is gefixt. Ja, er liggen nu vet... Ah, er ligt zoveel tussen. Oh, alle items zijn ook verwijderd nu. Zie ik. Oké, we gaan even gauw deze vullen. Hoppakee. En die verkopen we gelijk. Dan vul ik dit gat weer snel even op. Dan hebben we deze vorm ook weer net wat verbeterd met extra kisten. Kijk, ik kan die ook heel makkelijk cellen. Kijk hoe snel dit gaat. Deze kist zit alweer bijna vol. Dus die verkopen we gelijk weer even. Zo, dat levert me nu veel op, joh. Hoppa, 18k er weer bij. En ondertussen ga ik weer even lekker wat uitbreiden. Oh, want we kunnen nog zoveel dingen bouwen, joh. Ik wil misschien ook wel gewoon een compleet aparte vorm voor die andere slimes maken. Voor die magma cubes. Dat lijkt me wel slim. En dat ik gewoon weer de normale slimes dat terugplaats. Nou, ik zeg je eerlijk, het gaat nog wel oké. Ik heb nu al 200 blokken geplaatst van de 10k. Dus ik zit in principe zo op 1000 en dat moet ik, ja, 10 keer doen. Leuk. Dat wordt veel bouwen de komende tijd. Zo, oké. Ik heb 342 geplaatst. Ik heb nog 2 stekjes bij me. Daar ga ik nog gauw even wat van maken. Zo, let's go. Dit gaan we gauw even erin plaatsen. Kijk hoe snel dit gaat, joh. Dit gaat echt mega snel. Ik zit nu al op een 20ste bijna. En dan krijg ik gewoon 2 gratis keys. Dus dat tikt wel aan, hoor. Tel uit je winst. Zo, ik heb nu 600 blokken geplaatst. Hartstikke mooi. Dat zit er ook weer op. Hebben we weer lekker gedaan natuurlijk. Ja, wat ik hiermee ga doen, ik heb echt nog geen flauw idee. Ik denk dat ik het allemaal even weghaal. En dat ik binnenkort misschien ook weer een compleet nieuwe vorm wil maken. Want dit is natuurlijk niet zo mooi. Maar misschien laat ik het ook wel gewoon staan. Ik bedoel, het staat hier nu toch. Dus ja, boeien. En ik wil dit natuurlijk ook allemaal dichtbouwen. Eigenlijk helemaal tot het einde. Dus dit zijn ook wel iets van 1000 blokken sowieso wat erbij komt. Dus dat is ook al nice. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.